Hallo, deze video gaat over een proeftentamen, over de onderwerpen arbeid en energie, over trillingen en golven, elektromagnetisme en geofysica eventueel. Opgave 1, golven. Een dunne draad is horizontaal gespannen tussen de punten P en Q, dat is hier gebeurd. De draad bij P is verbonden met een trillingsbron die harmonisch trilt, oké, dat gebeurt hier. Aan het andere uiteinde loopt de draad over een gladde punt Q aan dit uiteinde. Einde is een voorbeeld van de massa en bevestiging. Hiermee wordt de draad gespannen, zie figuur 1. Oké, hier heb je dan die massa, dus die trekt de zaak lekker strak. En dit is 1,20 meter. Oké. De trillingsbron brengt de draad in trilling met een frequentie van 40 hertz. Dan staat tussen P en Q een staande transversale golf. De uitwerking van P is zo klein dat P als een knoop opgevat moet worden. Oké. Tussen P en Q blijken zich drie buiken te vormen. Oké, dat betekent dus dat er hier een buik zit, hier een buik zit en hier een buik zit. Oké, dat is dus even kijken van, dat is, van knoop naar buik is een kwart golflengte, naar de knoop is 2 1/4, ja, de tweede buik is 3 1/4, weer terug naar de evenstand is 4 1/4, naar de derde buik is 5 1/4 en terug naar de knoop is 6 1/4, dus is anderhalve golflengte is dit. En dit is 1,20 meter. Oké, anderhalve golflengte is dus 1,20 meter. Dan is 1 golflengte 2/3 van 1,20 meter. Dus 80 centimeter, 0,8 meter. De frequentie is 40 hertz. Oké, dan kun je met V is lambda maar F de snelheid uitrekenen. Want lambda is 0,80 en de frequentie is 40. Dus dat is 32 meter per seconde is dat. Nou, midden tussen P en Q ligt punt C, oké, dat is daar. Dit punt trilt harmonisch met een amplitude van 2,0 cm. Op een bepaald tijdstip gaat C door de evenstand omhoog. We noemen dit tijdstip 0. Bereken de uitwijking van punt C op tijdstip 8,0 cm. Oké, dat doe je met deze formule. De uitwijking is de amplitude maal de sinus van 360 graden gedeeld door de tijd. Gedeeld door de periode, door de trillingstijd. Oké, die weten we nog niet, maar we weten wel de frequentie, die is 40 hertz. T is 1 gedeeld door 40 dan, 1 gedeeld door F, hè, is dus 0,025 seconden, is 25 milliseconden. Dat is handig, want dit is ook in milliseconden. Dus dan ga ik invullen. Uitrekking is amplitude 2,0 cm, maal A is 360, maal 8 milliseconden gedeeld door 25 milliseconden. Mag allebei milliseconden zijn, het valt tegen elkaar weg. Dan krijg je dus 2,0 maal 360 maal 8 gedeeld door 25, is 2,1 maal de sinus van, als je dit gaat uitrekenen, is dat 115. Oké, en op je rekenmachine komt dat allemaal netjes uit. 1,8, let op, dit was centimeter, dus dit is het antwoord ook in centimeter. Oké, je had hier ook meters van kunnen maken, dan krijg je natuurlijk 0,018 meter. Dan is dit 0,020 meter. Dat is eigenlijk wel gebruikelijk. Er staat niet bij of die centimeter of een meter moet, dus het mag allebei. Oké, de biosensor. Met de hier beschreven biosensor kan men snel bepalen of iemand antistoffen tegen een bepaald virus in het bloed draagt. De sensor bestaat onder meer uit 2 gouden elektroden die elke vorm hebben van een rechthoekig plaatje met een lengte van 400 micrometer, dat is 10 tot min 7, en een breedte van 50 micrometer. De onderlinge afstand tussen de methoden is 20 micrometer, zie figuur 2, die is niet op schaal getekend. Oké, die staan hier in maat allemaal gegeven. Bereken dan de dikte van 1 gouden elektrode. En dan moet je wel weten dat de massa van 1 elektrode 2,5 microgram is. Goed, nou gaan we eerst maar eens even de massa bepalen van zo'n ding. En als we de massa bepalen, dan ja. En dan kun je, als je die weet, dan gaan we doen. Massa is de dichte, het is goud maal het volume. Oké, de dichte van goud kun je opzoeken in de binas. Tabel 8 zal het zijn, 19,3 x 10 tot wat, misschien 9. 19,3 x 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Oké. Dat is een massa. Dat is een dichte. Dat is deze dus. Dus een massa is gegeven. 2,5 microgram. Oké. Dit is ook in gram. Dus dat mag dan allebei. Hier 19,3 gram per kubieke centimeter maken ze ervan. Je kan natuurlijk ook zeggen, wanneer ik laat deze kilogram staan, dan maak ik ook van deze kilogram. Dat maakt niks uit. Dan krijg je natuurlijk hetzelfde antwoord. Je krijgt een ander getal hier, maar ik krijg wel hetzelfde antwoord. Dus 1,295 maal 10 tot de min 13e kubieke meter. Nou, en dat is dus volume. Je weet de lengte, je weet de breedte. Deze afstand, dat is niet zijn dikte, maar zijn onderlinge afstand. Dus ik wil deze afstand weten, de dikte. Oké, dat is dus de hoogte, zeg maar. Nou, de hoogte is dan volume gedeeld door de lengte en gedeeld door de breedte. Oké.
Nou, de massa die weten we, dat is deze. De lengte, dat is deze. En de... Wacht, hier gebruiken ze de massa en die gebruiken ze dan weer de dichtheid. Die mag ook gewoon dit antwoord gebruiken. En dan delen door de lengte en de breedte. Dus delen door die en door die. Dat is eigenlijk logischer. Maar goed, mag allebei. 7,477 van 10 tot de min 6e meter. Significante 6,5 van 10 tot de min 6e meter. Of 6,5 micrometer. Oké, de onderste elektrode zit vast. Die dus. Tussen de elektronen bevindt zich een kwartskristal. Aan je zag, denk ik, onderste elektrode, kwartskristal, bovenste elektrode, oké. De bovenste elektronenkristal vormen een massaveersysteem. Oké, de bovenste elektronen en de massa, oké. De kristal werkt als een veer met de veerconstante C. En de bovenste elektronen is de massa M. Zie je figuur 3b. Oké, dus dit is de massa en dit is de veer. De kwartskristal dat werkt als een veer. Oké, goed. Bovenop de bovenste elektrode wordt nu 0,3 microgram van een bepaald eiwit geplaatst. De eigen frequentie van het massaveersysteem wordt daardoor 20,0 MHz. Zie nogmaals figuur 3a. Oké, okay, dus hier komt dat eiwit op en dit is het massaveersysteem. Oké, okay. Het kwartkristal is een piezo-elektrisch kristal. Dat betekent dat het een spanning afgeeft die afhankelijk is van de uitwerking van de bovenste elektrode. Als de bovenste elektrode een trilling uitvoert, dan is die spanning een wisselspanning. Het hierbij gebruikte kristal geeft bij een indrukking van 2,3 x 10 tot de min 8 cm een spanning af van 1,0 volt. Het kwartskristal wordt aangesloten op een oscilloscoop. Op een bepaald tijdstip tilt de bovenste elektrode met een eigen frequentie. Met de eigen frequentie, pardon. De oscilloscoopbeeld is getekend in figuur 4. De oscilloscoop staat ingesteld op 5,0 V. Dat betekent dus 5 volt per hokje, dat is verticaal. Oké. Okay. Bereken de maximale versnelling die de bovenste elektrode tijdens de versnelling onder. Trilling ondervindt. De moeilijke, de eerste methode, die staat hier gegeven, maar die gaat eigenlijk uit van een formule die we eigenlijk niet meer in het boek hebben staan, dus dat is niet echt, dan ga ik die skippen. Methode 2 is al lastig genoeg, maar ik zal proberen het duidelijk te maken. Er staat hier gegeven dat als je 1 volt spanning hebt, dat dan zoveel centimeter wordt ingedrukt. Oké, okay, dan ga ik even aflezen wat de spanning hier dan is. Dus even kijken, dat is 1,5 hokje. En er staat gegeven dat er één hokje verticaal 5 volt is. Dus dat is 1,5 maal 5 volt, 7,5 volt. Dat staat hier. Met de schaalfactor is het 7,5 volt. Oké. Okay. Hoeveel is er dan... hoeveel is het kristal ingedrukt? Nou, bij 1 volt is het zoveel. Dus bij 7,5 volt is het 7,5 keer meer. 7,5 maal 2,3 maal 10 tot de min 8 centimeter. Dat wordt hier uitgerekend 1,725 maal 10 tot de min 7e, 9e zal dat zijn. 7e keer... Even narekenen, 7,3, want dat zal min 7e zijn. Ik reken het even na. Dus inderdaad, min 7e hier. Het lijkt op min 7 en min 9 staat, maar het zal toch echt wel min 9 moeten zijn. Gaan we zo meteen verder even controleren. Goed, gaan we verder. Deze hebben we straks weer nodig, die uitwijking. Nu gaan we verder met de formule T is 2 mol pi maal wortel uit mc. En die gaan we kwadrateren. Dan valt dat wortel weg, dus krijg je teken dat is 4 maal pi in het kwadraat. Maal m gedeeld door c. Dan ga je het omschrijven als je dit omdraait. Dan kun je het volgt dat c gedeeld m is 4 pi r kwadraat gedeeld door t kwadraat. En deel door t kwadraat is hetzelfde als vermenigvuldigen met f kwadraat. Dat is dus een heel wiskundig gedoe. Wat in feite dus in de doet. Dus deze breuk omdraaien. Zo. Ik kan het beste even deze eerst hieronder zetten. En dan deze breuk omdraaien. Dan gaat die breuk ook omgedraaid worden. Dat is hier gebeurd. En t kwadraat vervang je. 1 gedeeld door t kwadraat vervang je door f kwadraat. En dan ga je dat invullen. Nou, dan ga je die C, die wil je alleen hebben, dus dan vermenigvuldig je die M ook nog eens een keer naar die kant, dat is hier gebeurd. Nou, hier heb je dan C is 4 pi kwadraat F kwadraat maal M, en is 4 pi kwadraat maal. Nou, die F, dat is de frequentie, 20, dat is de eigen frequentie, 20 MHz, dat is deze. Die moet in het kwadraat, maal 2,8 maal 10 tot de min 7e, die hadden we net hier uitgerekend, hè. Even kijken, nee, sorry, dat is, dat is de massa, hè. Hier N, dat is de massa. Nou, als je dat allemaal uittekent, komt dit uit 4,22 x 10 tot de 7e newtonmeter. Oké. Okay. Dat is dus de veerconstante. Nu is het ook nog eens een keertje zo, dat de resulterende kracht gelijk is aan de veerkracht. Dus de resulterende kracht geeft de versnelling M al A, en die is dus gelijk aan de veerkracht C mal U. Als je dan A wil weten, is dat C mal U gedeeld door M. A is C mal M gedeeld door U maximaal. Nou, invullen. U max is hetzelfde als A. C die hebben we net uitgerekend. De massa dat is deze, 2,8 tot de min 9e.
En hier heb je die maximale uitwerking. Kijk, die hadden we hier uitgerekend. Het lijkt hier weer of hier min 7 staat, maar min 9 staat, maar het moet er echt min 7 zijn. Nou, als je dat dan uitrekent, komt er dus 2,7 tot de min, tot de 7 meter per seconde. Ik zal het even controleren, want ik vertrouw die dit nog niet helemaal. Nou, even zo snel nagedacht, dan lijkt dat toch wel te kloppen. Dit is wel de juiste waarde. Dus hier staat, het lijkt wel min 9 te staan, maar er zal toch wel min 7 bedoeld zijn. Oké, dit kun je verder vergeten. Ja, dus dat is niet nodig, ik weet niet omdat het erbij staat. Het te onderzoeken bloed wordt over de elektroden met het eiwit geleid. Wanneer er zich antistoffen in het bloed bevinden, hechten zich deze vast aan het eiwit. En daarna wordt de elektrode afgespoeld en gedroogd. Door de aangehechte antistof is de massa van de bovenste elektrode toegenomen, zodat de eigen frequentie veranderd is. We redeneren of de eigen frequentie is toegenomen is afgenomen. De trillingstijd is 2 mod 10 maal m gedeeld door c. Als de massa toeneemt, zal de trillingstijd ook toenemen. Maar als de trillingstijd toeneemt, dan neemt de frequentie af, want de frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd. Hier staat het ook. En veranderingen van de eigen frequentie met 50 hertz, neem maar un zal het wel zijn, blijkt op deze manier al meetbaar te zijn. Voor de berekening van de massa aan antistoffen die met deze verandering overeenkomt, wordt de volgende formule gebruikt. Delta F is delta M of delta VP maal de wortel uit C gedeeld door M tot de derde. Hier staan wat het allemaal voor grootheden zijn. Dus die wil je lezen, moet je in filmpjes stopzetten. Ga met de eenheden beschouwing na of dit de juiste formule F kan zijn. Nou, hier ga je dat dus doen. Hè. Je gaat dus de eerste formule overschrijven en dan ga je voor alle grootheden ga je de eenheden substitueren. Even kijken wat gebeurt hier allemaal. Ze zijn hier met C bezig. Breng delta 4 en 4 pi onder het wortelteken. Oké, dat kun je doen. Hoeft niet per se hoor. Je kan het ook laten en het op een andere manier doen. Dat gaat ook best wel. Nou goed, hoe je het ook bent verkeerd, als je dus die eenheden in gaat vullen en je gaat die, uiteindelijk moet je het helemaal doorrekenen dan, dan krijg je aan het eind inderdaad uit dat het hertz is. 1 gedeeld door seconde en datzelfde als hertz. Bij een uitmeting blijkt een massaverandering van 14 picogram aan antistoffen een verandering van 50 hertz te geven. Ga met een berekening uit wat de formule voor dat er juist kan zijn. Er wordt hier gezegd van ja, wat je moet natuurlijk van alles uitrekenen. De formule wordt wat heb je allemaal? Massa, verschil, frequentieverschil, de massa en de frequentie. En dit moet dan kloppen. Eerst hebben we de massa omrekenen naar kilogram, dat gebeurt hier. Massaverschil ook omrekenen naar kilogram, dat gebeurt hier. Vul je dan in de formule voor de trillende massaveersysteem. T is 2 pi maal wortel m gedeeld door c. Dan ga je zeggen van F is 1 gedeeld door t. Dan kun je dus zeggen van in plaats van met de trillingstijd ga ik met de frequentie werken. Dan draait deze hele formule om. Hè, want de frequentie is 1 gedeeld door t. Dus dit wordt dan ook 1 gedeeld door deze hele formule. En als je dat doet, komt er dit uit. Ja, F is 1 gedeeld door 2 pi maal de wortel uit c gedeeld door m. En dan ga je dat dan ga je nog verder. C is 4 pi kwadraat maal m maal f kwadraat, dat hadden we al eens een keer eerder gezien. Hè? Als je dit allemaal helemaal uit gaat werken, dat was eerder al een keer gedaan. Hier was het allemaal gedaan. Ja, zo gebruik je gewoon nog een keertje. En dan vul je min 4 pi maal de massa, maal 20 mod 10, dat is de frequentie in het kwadraat, dat is f kwadraat. Ja, en dan komt het eruit. 3,9 maal 10 tot de 7 newton meter, dat is dus c. Oké, gaan we verder met deze formule dus. Delta F, dat M weten we, 4 pi weten we, C weten we nu ook, M kwadraat weten we. Nou is het een kwestie van invullen. Massaverschil, dat is deze. 4 pi is natuurlijk gewoon pi. C hebben we net bepaald hier, die staat daar. Massa in de derde macht, die staat hier. In je rekenmachine stoppen en het komt uit 56 hertz. Nou, het zit in de buurt van de 50 hertz, dus dat is niet zo, ik denk dat trouwens dat dit gewoon een 0 moet zijn trouwens. 5,0 maal 10 tot de 6. Nou, moet je even narekenen, weet ik niet precies. Niet zo belangrijk, het gaat natuurlijk om de manier. Nou, ook best wel een complexe opgave. Oké, volgende filmpje gaan we verder met de rest van de tentamen.
Nou, ze plakken er toch nog even een stukje aan voor opgave 8, die hoort hier nog bij. Bij testen in de praktijk zijn onverwacht problemen ontdekt. Door de grote versnelling tijdens het trillen trillen de antistoffen los. Een oplossing zou kunnen zijn om de maximale versnelling tijdens het trillen te verkleinen. Wanneer de welke groot men op welke wijze zou kunnen veranderen, zodat de versnelling tijdens het trillen kleiner wordt gebruikt in formule bij redenering. Nou, we hebben al eerder gezien, de resulterende kracht MLA is gelijk aan de veerkracht C maal U. Die worden hier aan elkaar gelijkgesteld. Zie je wel, MLA max is C maal U max, oftewel de amplitude. Oké, die kun je omschrijven zodat A max alleen komt te staan. Dan moet je hem wegdelen hier, dan moet je hem hier zo delen. Dus dan krijg je A max is C gedeeld door de veerkracht maal de amplitude gedeeld door de massa. Nou, als A max kleiner moet worden, dan moet of de massa groter worden hier. Die staat onder de deelstreep. Als die groter wordt, wordt de breuk kleiner. Als A max kleiner wordt, dan moet alles wat boven de breuk staat, zou kleiner kunnen worden. Dus de veerconstante zou kleiner kunnen worden. Of de amplitude zou kleiner kunnen worden. Kunnen alle drie. Oké, dit is het eind van het eerste filmpje. Het tweede filmpje gaat deel 2 van de tentamen worden besproken.